Hij heeft een feestje op zijn boot. Ze bedoelt waarschijnlijk een woonboot. Jan besluit op zoek te gaan naar de boot van Tim. Een feestje moet van ver te herkennen zijn en er zijn niet erg veel woonboten in Groningen. Na een half uur rondfietsen hoort Jan in de verte muziek. Dit moet het zijn, denkt hij. Hij voelt zijn hart bonken en zijn handen zweten. Dat verdomde geld ook altijd, mompelt Jan in zichzelf. Hij slaat linksaf en fietst in de richting van de muziek. Op de stoep ziet hij een jongen lopen. Het is erg donker, maar Jan denkt Tim te herkennen. Als Tim onder een lantaarnpaal loopt, ziet Jan zijn rode haar. Hé! Hey! Roept hij. Tim draait zich om. Hé, hey, waarom was jij niet in de Gouden Kraai? Waarom neem je niet op? Jan pakt Tim bij zijn schouder, als hij niet blijft staan. Tim kijkt Jan met bange ogen aan. Ik heb het geld niet. Ik heb het gewoon niet. Het spijt me, stamelt Tim. Ik wil geen excuses. Jan doet zich stoerder voor dan hij is. Dan denkt hij aan de brieven van het incassobureau. Als hij zijn schulden niet afbetaalt, komt binnenkort waarschijnlijk de deurwaarder. Ik kan je iedere maand iets teruggeven. Alleen niet alles in één keer.